Goedenavond, welkom bij Topnemers hier dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam met een speciale editie, want Stekel is aan de thee. Ja, ik schrik er ook van. Ja, dat was helemaal niet te bedoelen. Ja, had je behoefte aan? Had je last van je keel of wat zit er ook? Nee, het is een beetje koud buiten, ik denk. Ik had even behoefte aan iets warms. Oké, nou, verstandig. Ja. De gast is Emily Giacometti. Je bent van Flavor. Wat doen jullie? Wij gebruiken gamification en storytelling om mensen te activeren, mensen dingen te leren en altijd een beetje met een maatschappelijk tintje. En kun je eens een sprekend voorbeeld geven van waaruit dat blijkt? Ja, we hebben vorig jaar hebben we de tweede keer Hexshield gedaan. En dat is voor kinderen tussen de 10 en de 12 jaar. Zeg maar in de leeftijd dat ze hun eerste mobiel krijgen, hun eerste bankpas. En we zeggen altijd, het is heel apart dat je je voordeur op slot doet en je digitale ramen en deuren gewoon open laat staan. En dat daar vaak nog heel weinig bewustzijn is bij kinderen. Dus hebben we een spel gemaakt waarbij ze op allerlei leuke manieren in aanraking komen met allerlei thema's. Dus hacken, sexting, phishing, maar dan spelenderwijs. Dus zij zijn eigenlijk een spel aan het spelen en wij verstoppen er stiekem allerlei kennis in. Met het idee dat ze aan het eind van zo'n spel veel beter voorbereid zijn op de gevaren van de cyberruimte, zeg maar. Ja, door dit voorbeeld, recent hebben jullie het afgelopen half jaar gelanceerd. Is dat iets wat je dan een opdracht maakt van een bedrijf die daarin investeert? Of van scholen? Of van, hoe werkt dat? Nee, het is ooit begonnen in 2017. En we zijn eigenlijk een beetje begonnen zonder businessmodel. Omdat wij gewoon zagen dat er in de digitale ruimte nog heel weinig was voor die leeftijdsgroep. En wij vonden dat we dat moesten doen. En ook vanuit onze kennis dat wij iets konden toevoegen. En toen hebben we een hele kleine pilot gemaakt. En die hebben we toen gevalideerd. In 2018 hebben we gezocht naar een partner die ons een beetje verder kon helpen met het ontwikkelbudget. En dat was in dit geval was dat het SIDN Fonds. En daardoor hebben we het iets groter kunnen maken en nog beter kunnen valideren. En gezocht naar, oké, wat is nou een mogelijk businessmodel hiervoor? Want we willen niet dat de eindgebruiker ervoor gaat betalen, dus dan moet je toch een andere manier zoeken. En nu zijn we een beetje geland op een businessmodel dat we zeggen, oké, we zoeken er partners bij die een maatschappelijke verantwoording willen nemen en zeggen, ik wil wel investeren in specifiek die doelgroep weerbaarder maken. En dan nu gaan we door naar, oké, hoe ontwikkelen we dat dan verder in een soort platform met elke keer nieuwe afleveringen of episodes. Want deze eerste stap is mede mogelijk gemaakt door geld van het SIDN-fonds. Ja. Ja. Je begint aan zo'n traject en je hebt net de doelstelling geschetst. Hoe meet je nou aan het einde of jullie daarin geslaagd zijn, of je ze weerbaarder hebt gemaakt? Nou, we doen voordat ze starten met het spel, doen we een hele simpele nulmeting eigenlijk. In het eerste jaar hebben we dat in de vorm van vragen en het tweede jaar hebben we ook een beetje getest in de leveltjes wat hun kennisniveau is. En dan kijken we aan het einde kijken we opnieuw of ze daadwerkelijk een leereffect heeft plaatsgevonden en of ze beter of meer informatie hebben vergaard over die onderwerpen en of ze andere keuzes zouden maken. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar was public wifi was echt een onderwerp. En toen hebben we getest van, oké, wat weten ze op voorhand? En na het spelen van die game, hoe groot is de kans dat ze dan nog van het public wifi gebruik van maken? Of beseffen ze zich dat er best wel risico's aan verbonden zijn? En dan zie je dus dat een hele grote groep wel zegt van, oh ja, nee, dat moet ik toch maar niet doen. Want dat is wel gevaarlijk. Ja. Ja, dit is nu een voorbeeld van een toepassing die je dus zo stapsgewijs hebt ontwikkeld. Met wat subsidie, maar jullie bedrijf bestaat al heel lang. Wat is jullie normale businessmodel? Wat doen jullie, zeg maar, waar je geld mee verdient? We hebben we bestaan inderdaad 10 jaar. 10 jaar al? Ja. We hebben altijd voor commerciële klanten gewerkt. We zijn ongeveer 1,5 jaar geleden zijn we radicaal veranderd van strategie. We vonden dat we, als we naar onszelf keken, dat de impact die we hadden redelijk beperkt was. Dus als je voor klanten werkt, dan heb je gewoon dat je iets maakt. Nou, hartstikke gaaf als het werkt. En vervolgens gooi je het als het ware over de schutting en ga je met een totaal ander onderwerp aan de slag. Dus dat is best wel beperkt. Ik vind dat ook qua technologie niet heel duurzaam. Dus toen dachten we, ja, als wij zeggen dat wij gaan voor maatschappelijk impact, dan klopt het eigenlijk niet. Dus hoe gaan we dat nou omdraaien? En toen hebben we onze strategie omgegooid en gezegd, oké, we moeten meer gaan nadenken over hoe we productontwikkeling kunnen gaan doen. Dus zorgen dat we iets maken en dat breder toegankelijk wordt. En daar hebben we toen zelf heel veel in geïnvesteerd. En dat is echt een beetje zoeken naar hoe we daar businessmodellen bij vinden. En jullie zitten eigenlijk nog midden in die omslag. En die is echt van, zeg maar, een klant-leveranciersrelatie. Wat
natuurlijk best ingewikkeld is, want je hebt je eigen ideeën, maar de klant wil ook altijd van alles. Naar het volledig autonoom een product ontwikkelen waar je dan hoopt dat daar een markt voor is. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja. Kort samengevat, of niet? Klopt. Je zei, we zoeken naar impact. Wat me juist opviel is dat de commerciële partijen waar jullie voor werken, of commerciële partijen, de partijen die jullie betaalden, juist heel vaak in de publieke sector zaten. En War Child, jullie hebben games ontwikkeld voor kinderen in Soedan om rekenen te leren. Dat is toch ook een impact? Ja, waar voor mij heel erg de realisatie kwam, was dat dat altijd incidenteel was. Dus dan doe je inderdaad een fantastisch project en daar haal je wel voor een stukje voldoening uit. Maar wat ik heel lastig vind, is dat op een gegeven moment houdt het op. Want het is projectfinanciering. Ja, bijvoorbeeld. Het loopt dan een tijdje en het sterft dan een zachte dood ergens. Ja, en ik vergelijk het altijd een beetje, nou, zeker nu met die sneeuw buiten. Het is een beetje alsof je een ketel kon plaatsen en dan nooit meer iets aan onderhoud doet of updates. En gewoon denkt, nou, het draait wel. En ik geloof daar gewoon niet in. Ik denk, als je echt iets goed doet, dan moet je er continu op blijven doorontwikkelen. En dat is wat voor mij een beetje productontwikkeling is dan ga je met de gebruiker aan de slag. En zeg je, oké, werkt dit voor jou? En zo niet, waarom dan niet? En dan gaan we daarop doorontwikkelen. In plaats van dat we iets maken en dan weggaan. En dat stond me een beetje tegen. Hoe ingewikkeld is dat? Want jullie hebben 10 man werken, denk ik? Of zoiets? Ja, iets van 15. 15, best een groot bedrijf. Als je die omslag wil maken, het gaat over veel geld. De salarissen moeten elke maand betaald worden. Ja, is dit een ingewikkelde periode? Ja, we waren ook een stukje groter. We hadden ook andere type mensen die bijvoorbeeld het wel heel leuk vonden om projectbaas te werken. Dus daar is echt wel een omslag in geweest. En we hebben echt wel een herstructurering achter de rug. Dus we hebben nu een vaste kern. Dat is gewoon een heel goed team. En dat is fijn. En we hebben een aantal producten waarvan we zeggen, oké, dat zijn pareltjes. En daar proberen we dan echt dedicated teams op te laten ontwikkelen. Dus dan moet je op een gegeven moment daar ook een inkomstenstroom voor gaan genereren. En dat begint nu een beetje op die verschillende producten te lopen. Maar is, als je, voorbeeld wat je net schetste, mede mogelijk gemaakt door het SIDN-fonds. Ja. Als je naar de toekomst daarvan kijkt, hoe zie je in de toekomst, zeg maar, de blijvende financiering van zo'n product? In het geval van Hackshield is dat echt door die episodes te ontwikkelen met maatschappelijke partners. Dus nou ja, bijvoorbeeld in die leeftijdscategorie krijgen kinderen niet alleen eerst toegang tot een mobieltje en internet, maar misschien ook een eerste bankpas. En er zijn ook weer risico's in cybersecurity. Dus dan gaan we echt kijken naar, is er een bank die daar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in wil nemen, met ons een episode wil ontwikkelen. En het idee is, als er een aantal episodes zijn, dan is er een product wat we dan ook naar andere landen zouden moeten kunnen brengen. Het lastige daarvan is natuurlijk, als je het met partners wil doen en als je naar een ander land gaat, dat je dus onmiddellijk met daar de cultuur te maken krijgt. Je moet de partijen daar weer zien te vinden. Dus iets schaalbaar maken is makkelijk gezegd, maar in de praktijk ook lastig. Ja, zeker. En je hebt 2 dingen die voor ons lastig zijn. In eerste instantie is het vinden van goede partners. Want het is best wel een omslag om te zeggen, oké, je investeert in de weerbaarheid van een doelgroep. We kunnen het deels aantonen, maar het is ook wel een stukje geloof in wat we doen. En daarnaast is het, wat we maken, is voor de Nederlandse kinderen is dat aangetoond. Maar wat gebeurt er als we naar Frankrijk gaan? Ja. En wat hebben we dan nodig voor localisatie? Hebben we dan een filmmaker nodig die alle filmpjes verandert? Of is het cultureel veel breder en moeten we ook dingen aanpassen in de game zelf? Dus er zitten wel haken en ogen aan. Maar ik denk, als je een aantal onderwerpen goed hebt gevalideerd, je hebt het een paar keer gedaan met een grote gebruikersgroep en je kunt echt laten zien van oké, die kennisoverdrachtcomponent, die werkt. Dan denk ik wel dat je het schaalbaar kan maken. Ja. Je zei, we hebben een aantal producten waarvan we denken die zijn toekomstbestendig. Ja. Wat zijn de andere producten? Er zijn er 3 waar we nu heel erg veel tijd en effort in steken. De tweede is Quinn of Dispatch. En dat is een beetje mijn kindje. Daar zijn we al heel lang geleden mee begonnen, in 2013. En die is eigenlijk van project een beetje doorgaan naar product. Wat het is als je 112 belt, wordt de telefoon opgenomen door een meldkamercentralist. Super stressvolle baan. Die krijgen echt 100.000 belletjes per jaar. En uiteindelijk, als er een intake is geweest, dan moet er een ambulance worden gestuurd naar iemand die op straat ligt.
En dat is heel stressvol werk. Je bent continu ben je dat op heel erg hoog focusniveau aan het doen. En het is heel moeilijk om daar mensen voor te vinden en ook om mensen op te leiden. Wat er nu gebeurt is dat ze in de echte werksystemen iemand naast zich krijgen die laat zien hoe het werkt. Maar ja, als wat fout gaat, dan kan dat best wel consequenties hebben. En wat we hebben gedaan is, we hebben hun werksysteem hebben we eigenlijk gekopieerd. En gezegd, oké, als we nou in die simulatie een soort game element gaan toevoegen. Heel simpel gezegd, je begint op een rustige dag. En dan breekt iemand een been en dat is je dag wel. En level 50 zou er een bom kunnen ontploffen op het station. En zeggen we, nou, succes, ga er maar aan staan. En het idee is dat ze in zo'n omgeving veel veiliger en veel beter en veel effectiever opgeleid worden. En dat is ook natuurlijk wel heel interessant om dan te kijken of het in het buitenland ook zo is. Ja, maar dan is eigenlijk ben je dan een simulator aan het bouwen waar je wat... Ja. Het doet me heel erg denken aan hoe mensen natuurlijk leren vliegen. Ja, exact. Of Max Verstappen af en toe in zijn simulator gaat zitten om beter te leren racen. Ja. Hoe kom je op zo'n idee? Was dit een opdracht? Of, dit is ooit begonnen als opdracht, ja. Ja. Wat mij ook wel fascineert is dat ik heb ook op meerdere van dat soort situaties gewerkt, waarbij je als bedrijf dienstverlenend bent, dus dat je echt klant-leveranciersrelatie hebt. En dan is er altijd de drang naar producten, want je wilt eigenlijk met alles wat je doet, wil je recurring inkomsten genereren. Ja. En ik hoor van heel veel mensen die in dat soort bedrijven zitten, die zeggen, nou, dat doen we gewoon niet. Het is of dit of dat, want mm-hmm. Du moment dat je aan een product gaat werken, rent iedereen daar achteraan en vergeten we onze klanten en gaat het bedrijf naar de kloten. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen, om die transformatie? Ja, dat... Of hebben jullie het nog niet voor elkaar? Zit je in die fase? Ik denk dat we zeker nog voor een deel in transitie zitten. We hebben zelf ook flink geïnvesteerd. En het is ook gewoon best wel moeilijk. Want het is heel verleidelijk om af en toe even die focus te verliezen. Want je gaat producten maken waar je iets mee hebt. Weet je? Dat komt uit jezelf. Dat is een... Ja, dat is de ene kant van de medaille. Het is heel verleidelijk, want het is leuk en het is gefocust. En iedereen wil dat graag. Dus dat is wel de drive. Alleen, het is heel moeilijk om niet... Dan verwaarloos je je klanten. En, Ja, ik denk als je goed en helder uit kan leggen aan een klant wat je doet en waarom dat voor hun ook interessant is, dat er ook wel een aantal klanten in meegaan. Alleen dan is het wel een zaak van, oké, hoe verander ik die relatie? Want je gaat inderdaad van traditioneel klant-supplier naar, we gaan dit samen, dan gaan we dit ontwikkelen. En dus er zijn wel een aantal klanten in meegegaan, maar het is wel even zoeken. En het is ook echt wel een investering. En we zijn er nog niet, maar ik zie wel echt dat het wel begint te lopen. Als we even een stap terug doen, hè? Gamification is een trend die wij denk ik 10 jaar geleden voor het eerst op geld begon te maken in de digitale productontwikkeling, omdat het natuurlijk allerlei mogelijkheden ging bieden. Jullie bestaan ook 10 jaar, dus ik neem aan dat je ook op die eerste golf bent begonnen met dit soort dingen. Hoe kijk jij 10 jaar later aan tegen gamification als fenomeen? Zijn jouw gedachten daarover veranderd? Nou, toen we ooit begonnen, dat is wel grappig. Ik ben 10 jaar geleden met mijn beste vriend ben ik gaan backpacken door China. We waren toen redelijk jong. Ik zou een baan gaan beginnen na de zomer. En hij heeft in die vakantie, 6 weken, heeft hij tegen me aan lopen zeuren. Want hij zat op dat moment bij een bedrijf. Hij is een afgestudeerd game designer. Hij is gespecialiseerd in kennisoverdracht door middel van gaming. En hij zat bij een bedrijf en heel oneerbiedig. Hij zei, ja, ik vind het helemaal niet leuk, want het is eigenlijk manipulatie. En ik verkoop blikjes frisdrank door mensen te manipuleren om meer te kopen. Ja, dat was toen nog het idee, hè? Product placement, games en dat soort gaming. Dingen. Ja. Hij zei, ik word er gewoon niet gelukkig van. En na 6 weken was ik het echt helemaal zat. Toen dacht ik, oké, hou er op met zeuren. Dus dat heb ik ook gezegd. Ik heb gezegd, oké, doe er dan wat aan. Weet je, neem dan een stap. Dus toen kwamen we terug in Nederland en toen belde me die echt na een dag. En zei, ja, ik heb mijn baan opgezegd, wanneer beginnen we? Toen dacht ik, oké. Dat is niet per se de bedoeling, maar goed. Ik dacht, oké, dan moet ik ook. Dus ik had een baan aangeboden gekregen in communicatie. En toen weet ik nog, op de eerste dag, toen moest ik daar naar het communicatiebureau. En toen moest ik dus gaan vertellen dat ik niet zou komen, want ik dacht, ik ga dat andere doen. En toen kwam ik bij de HR-dame, die zei, daar ga ik niet aan beginnen, ga maar naar de directeur. Dus toen kwam ik in een prachtig glazen kantoor en toen zei die meneer, echt zo'n 50er, achter zo'n bureau, zei, ga maar even zitten in pak, leg maar uit. Dus toen heb ik gezegd, dit is wat we gaan doen, gaming, kennisoverdracht, we willen de wereld verbeteren. En toen heb ik daar geloof 2 uur gezeten
En aan het einde zei hij, oké, ik vind het zo leuk. Jonge ondernemers, weet je wel, gewoon passie. Ik ga jullie helpen. Ik koop, ik geloof 1% in het bedrijf. Maakt niet uit, dat was toen zeker nog niks waard. Ja. En ik ga je helpen. En we zijn nu 11 jaar later. En hij is er dus nog steeds. Dus hij komt elke 3 maanden gewoon India's eten. Superleuk. Maar toen zei hij, wat ga je dan doen en hoe heet dat dan? En toen weet ik nog dat we zeiden, ja, geen idee, iets met gaming. En nu zegt iedereen gamification. En dat is een beetje een containerbegrip geworden. Precies, ja. Yeah. Hoe kijk jij naar gamification als fenomeen? Want het is een manier geweest, best een tijd, om allemaal dingen leuker te gaan maken. Dus zeggen, nou, als je een spelletje van maakt, dan is het leuk. Is dat nog steeds de gangbare... Ja, het is een competitie. Echt een containerbegrip geworden, hoor. Gooi er highscores tegenaan en plak er een paar badges op en het is gegamificeerd. Ja. Daar geloof ik niet in. Ja. Maar de essentie van de lessen die we hebben geleerd, waarom mensen bepaald gedrag vertonen binnen games, toepassen op situaties die niks te maken hebben met gaming, om te kijken of ze daar ook dat gedrag gaan vertonen, dat vind ik interessant. En wat zijn die lessen die je uit de games haalt? Nou ja, bijvoorbeeld hele basale dingen die zich vertalen naar game mechanics. Dus bijvoorbeeld... mensen een heel helder doel geven. Red de prinses in Mario. Heel, heel helder, weet je. Iedereen begrijpt het binnen no time. En mensen zijn heel erg gemotiveerd om te blijven proberen tot dat lukt. Nou, dat aspect in een hele andere situatie toepassen... kan ook zorgen dat mensen gemotiveerd raken. Dus die simpele game mechanics kan je op verschillende manieren toepassen. Je kunt dat doen om mensen in hun kracht te zetten. En dat proberen wij een beetje door een bepaalde designmethode... Of je kunt het heel erg gebruiken in het spectrum van we proberen mensen een beetje te manipuleren. Maar alles is gamification. De vraag is hoe zet je het in? En ik geloof heel erg in dat eerste deel. Is iedereen gevoelig voor gamification? Ik denk het wel. Laat zo zeggen, de meeste onderzoeken laten wel zien dat mensen op welke manier dan ook wel spelletjes spelen... En gamification is echt wel heel erg oud. We noemen het nu gamification, maar als je kijkt naar de natuur... een leeuw die met zijn welpje speelt, is bijna ook al gamification. Dat is een welpje dat zal je bijten en krabben. En op een gegeven moment denkt die leeuw, die denkt, ja, nou is het klaar. En die geeft je een klat. Ja. Maar net niet hard genoeg om je echt... dat is ook een soort van een veilige speelsomgeving. Dus gamification is heel breed. Dus ik denk dat zeker iedereen wel vatbaar is voor bepaalde aspecten... Maar niet dat hetzelfde werkt voor iedereen. Mm-hmm. Het is ook een vak, hè, geworden. Ja. Psychologie ontzettend. Is heel belangrijk. Ja. Het is een mix. Het is een mix van, het is echt multidisciplinair. Ja. Je zou eigenlijk in de communicatie gaan werken. Hoe werkt dat dan? Ga je dan heel erg lezen en je bijspijkeren om te snappen hoe het werkt? Het ontwikkelt zich ook. Voordat je zo'n game eigenlijk kan maken. Ja, nee, goed. Degene die het maakt, dat zijn echt wel mensen die daarvoor geleerd hebben. Dat zijn wat mij betreft de interaction designers, de game designers, developers. Die heel erg bezig zijn met hoe maak ik zo'n omgeving en hoe maak ik zo'n regelset. Maar er komen wel steeds meer disciplines die er omheen gaan en waar we ook raakvlak mee hebben. Vorig jaar hebben we een klein storytellingbedrijf overgenomen... en dat is ook wel echt iets wat raakt aan die expertise. Want wij kunnen wel mensen motiveren, maar als er niet een goed verhaal bij zit en een context, dan is het niet interessant voor mensen. Dus het is wel een multidisciplinair iets. En wat ik heel interessant vind, is kijken naar wat het bij mensen in hun brein doet. Dus wat voor stofjes komen er nou vrij? En dat begint nu een beetje op te komen, dat onderzoek. Dus oxytocine, endorfine, dopamine... De Facebook-likes die iedereen wel kent. En wat kun je nou, wat is nou het scala aan game mechanics wat je hebt? En hoe zorgen we dat we bij mensen de juiste hormonen en de juiste motivatie losmaken? En dat is denk ik wel een beetje waar we nu heen gaan. Dat het ook wat meer naar de wetenschappelijke kant gaat doorwerken. Spelen jullie zelf ook een rol in die wetenschappelijke, aan die wetenschappelijke kant? Zijn jullie zelf onderzoekers aan boord? We hebben geen onderzoekers aan boord, maar we werken wel veel met onderzoekende partijen. Die bijvoorbeeld de validatie doen of die heel erg hierin gespecialiseerd zijn. Maar we hebben ze zelf niet in dienst, zeg maar. Nee. Je vertelde net het product waar jullie nu echt mee de markt op willen, of aan het gaan zijn. Gaat heel erg over, noem het digitale
wijsheid bij kinderen van 10 ja. tot 12, 8 tot 12, wat zei. Hebben jullie andere ideeën? Heb jij andere ideeën waarvan je zegt, nou als dit loopt, dan heb ik nog, dan gaan we dit doen? Nou, ik vind dit al wel een hele stap om die productstrategie te proberen en te onderzoeken en uit te rollen. En ik heb wel zoiets van die drie producten, dat is al wel een handvol. Dat is, laten we daar eens mee beginnen. Maar ik zie wel, ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in hoe het schaalbaar zou kunnen zijn. Dus daarom vond ik jouw vraag ook interessant, van hoe vertaal je nou zoiets naar andere markten? Want als we echt die impact willen gaan bereiken, dan moet je uiteindelijk moet je zorgen dat je het heel erg breed toegankelijk maakt. Nou ja, een van de dingen die wij hier van veel van onze gasten hebben geleerd is dat cultuur zo'n bepalende factor is. Hè? Je denkt we wonen vlak naast elkaar, of nu Duitsland is of België. Hè? Maar de verschillen zijn zo groot dat wij je hoopt eigenlijk dat je iets één keer maakt. En dan kun je mooi zeggen, Nederland is altijd een geschikte grond om kleine formats te ontwikkelen en uit te testen en dan uit te rollen. Maar, is dat zo? Nou, in de mediawereld wordt dat vaak gezegd. Hè? Met name in de media speelt dat volgens mij. En wat het een afgesloten gebied is waar maar 15, 16 miljoen mensen wonen. En dus kun je daar mooi in testen. En dan kun je denken, als het daar werkt, dan gaan we de Voice America ook doen. Maar hier zien wij heel veel, met name van de start-ups, die zeggen, ja, we moeten lokaal mensen daar hebben. Of de cultuur in Duitsland, als het over digitaal en over het gebruik van digitaal betalen bijvoorbeeld gaat, is totaal anders. Dus cultuur is een heel belangrijk ding. Maar goed, dat moet je dan gaan uitvinden natuurlijk. Maar, en die heb ik zelf eigenlijk altijd onderschat. Ik dacht, ja, ik zou denken, ja, spelletjes, zeg maar een spelletje. En als die hier werkt, werkt die daar ook. Maar hoe kijk jij naar, je hebt net al natuurlijk een beetje uitgelegd. Maar als jullie naar een ander land gaan, hoe wil je dan gaan starten? Nee, bijvoorbeeld voor Quinn, dus die meldkamer game of simulatieomgeving. Daar zijn we begonnen met onderzoek te doen. Dus inderdaad een aantal culturele landen. We hebben gezegd, oké, waar is de problematiek hetzelfde? Waar hebben ze meer vraag naar acute zorg? Want we weten dat de aankomende 10 jaar in Nederland, dat er gewoon meer mensen 112 gaan bellen. Geldt dat in andere West-Europese landen ook? Hebben we de Universiteit van Amsterdam gevraagd, of de HVA, of ze ons daarbij wilden helpen. En dan het gewoon in kaart gebracht. Dus gezegd, oké, voor welke landen geldt het ook? En vervolgens zijn we gaan kijken, en hoe makkelijk is die technologie aan te passen naar die specifieke landen? En wat zijn de culturele hordes die we moeten nemen? Frankrijk was al heel snel inderdaad, not invented here, geloof ik dat ze dat noemen. Ja. Dat werd gezegd, is het Frans? Nee, nou dan is er eigenlijk al geen interesse, los van de inhoud. Dus dat was heel makkelijk. En dan heb je een aantal andere landen die dan overblijven. En we zagen dat de UK en de Scandinavische landen relatief dicht tegen Nederland aanliggen. Qua protocollen, werkafspraken, technologie, problematiek. Dus die zijn redelijk één op één. En dan is de vraag, oké, hoe gaan wij daar dan een winkeltje opzetten eigenlijk? Ja. Want dat is uiteindelijk alleen maar de techniek, is die schaalbaar. Maar we moeten ook dan daar wel echt een tak gaan opzetten. Heb je wel eens overwogen om alleen dingen voor kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie te gaan doen? Je kan zeggen, dit is allebei, natuurlijk, je gebruikt gamification voor kennisoverdracht, maar het zijn eigenlijk weer zulke verschillende voorbeelden die je noemt. Ja. Dus dat je als bedrijf verschillende deskundigheden of verschillende focus nodig hebt. Heb je dat wel eens overwogen om alleen kinderen of alleen dit ding te doen? Het voelt mij ook een beetje als best breed. Ja, dat is wel grappig. We hebben altijd een raad van advies gehad. Die communicatiedirecteur zit er bijvoorbeeld in. Dat zijn dan de 4 grijze heren. Die komen elke 3 maanden. Komen die. Ja. Die komen dan zeg maar India's eten. En het grappige is, zij zeggen altijd focus, 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 focus. Ja. En wij zijn gewoon een tikje eigenwijs. Omdat ik denk, ja, weet je, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ja. Het werkt heel goed. Waarom zou ik me alleen maar focus op één ding. Dus wat we wel hebben gedaan, is we hebben teruggebracht van 20 dingen naar 3. Dat is dan een beetje de concessie, want 20 dingen, je wordt helemaal gek. Dat is niet te doen. Dat snap ik, maar ik denk wel, oké, ondanks het feit dat het breed is, hebben ze gewoon alle 3 iets heel unieks en wil ik dat niet loslaten. Dus het is ook een beetje kijken van, wat gebeurt er? Het kan best zijn dat er 1 op een gegeven moment heel hard gaat, dat daar meer focus naartoe gaat, maar dat weet ik gewoon nog niet. Dus
Dat is een beetje zoeken. Is de, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, op welke manier is gamification veranderd? Als je terugkijkt naar hoe 10 jaar geleden dingen ontwikkeld werden en nu, wat is daar anders in geworden? Ik weet dat het een containerbegrip is, maar pak het stuk eruit waar jij wat dichtbij staat. Ik denk dat het, naast het feit dat het, kijk, dat is de keerzijde, het is een containerbegrip, maar aan de andere kant is het ook algemeen geaccepteerder geworden. Vroeger, als we ergens kwamen, dan moesten we eerst 2 sessies wijden aan uitleggen wat het was, ja, hoe het dan werkt, hoe we dat deden, waarom je het zou moeten willen, wat het effect was. En dan moesten we eigenlijk onze klanten toen de tijd een beetje opvoeden. En dat is niet meer. Als ik nu ergens kom en ik zeg, we doen gamification en storytelling en we zetten dat in voor activatie of gedragsverandering, dan snapt iedereen het wel gelijk. Dus je hebt veel meer, oké, hoe dan? En hoe geldt dat voor ons? Dus dat is het grote verschil, dat het kennisniveau is beter geworden. Mm-hmm. En mensen snappen ook meer zelf het nut. Dus zullen ons ook eerder bellen van, oh, jullie zijn een onderdeel van onze strategie. Kun je ons helpen met dit onderdeel? Ja. Ja, in welke games worden bij jullie in de kantine gespeeld? Oh. Tijdens de lunchpauze? Dat is grappig, want het is heel veel analoog. Ik zie heel veel Magic, The Gathering. Ja. Ik zie heel veel pingpong. Ik zie, hoe heet dit spel ook weer? Heel veel kaartspelletjes worden er gespeeld. Er wordt geschaakt. Ik denk dat het veel ook analoog. Ja, interessant. Wat is jouw favoriete game? Ik vind Devil May Cry 3 vind ik heel leuk. Dat is een digitaal spel. Mm. En de laatste tijd ben ik heel erg bezig met escape rooms. Zowel als in de fysieke beleving, maar ook de bordspellen. Dat is wel die fascinatie met een probleem op willen lossen. Raadseltjes. Ik vind het heel leuk, want ze hebben gewoon een hele duidelijke set aan regels. Dus je hebt bijvoorbeeld een uur de tijd. Ja. En je moet ergens inbreken of je moet ergens uitbreken. En dat vind ik wel heel erg leuk. En dan inderdaad die puzzels om daar te komen. Dat vind ik altijd heel leuk. Als we jou over een jaar zouden uitnodigen, we maken altijd graag vervolgverhalen. Waar zei je dan? Mijn hoop is dan dat ik kan terugkijken en dat die 3 producten nog staan en dat ze succesvoller zijn geworden. En dat ik jouw vraag kan beantwoorden van hoe hebben we dat nou gedaan met localisatie en was cultuur echt een probleem? Ja. En hoe heb je het nou opgeschaald? Gaan we het daarover hebben. Ja. Dat lijkt me leuk. Ja. Nou, super. Oké. Okay. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor dat ene biertje wat hier gedronken wordt. Ik ga er zo heen nemen. Die thee vind ik echt helemaal niks. Nee, toch niet? Nee. Jetstream voor de livestream. Pakeware voor de hosting van de websites. En Freedom Lab voor de wekelijkse gastvrijheid. Kijk je live? Blijf dan kijken. Zo direct nog een interview. Kijk je on demand. Alle interviews kun je terugzien via fastmovingtargets.nl of YouTube. Dag.